Oké, welkom terug in deze uitgebreide video, waarin dat we dus inderdaad gaan kijken van wat zijn de zaken waar dat vrouwelijke energie moet, woeps, voor oplossen. En dus een boodschap dat ik hiermee kreeg is van zorg dat je met niet te veel dingen tegelijk bezig bent en focus jouw energie op één ding per keer. Dus dat is al een hele belangrijke voor de vrouwelijke energie in de maand juni. Ik hoop dat je het zeker opgeschreven hebt in een journal of zoiets, of als herinnering in jouw gsm of zoiets. Want het is echt een belangrijke, voel ik hier heel sterk. Er gaan zoveel dingen tegelijkertijd op je pad komen, waardoor je de neiging gaat hebben om weer te verzakken en daar gaan piekeren. En daarover nadenken. Oké, dat was het, zeiden ze. Wat kregen we als eerste? Was justice. Ja, en dat is de reden waarom dat ik daarnet ook zei, waarom dat de kaarten alle kanten opvlogen. Omdat we gaan merken, zeker als vrouwelijke energie, dat in de maand juni, dat we keuzes gaan moeten maken. En we moeten opletten dat we niet gaan overdenken. Dat we niet gaan wachten op onze mannelijke energie om keuzes te gaan maken, maar dat we vanuit de verbinding met onszelf, met ons team, vanuit de hoogpriesteres zijnde energie, dat we van daaruit keuzes gaan maken. En dat gaat de grootste uitdaging zijn. Want kijk, ook hier zie je weegschaal. Dat is echt ook typisch voor nu. We worden heen en weer gesleurd. We worden heen en weer gescheurd van ego naar ons hart. Of van ziel. Van hoofd naar je hart. Dus van tussen je mannelijke en je vrouwelijke energie hoor ik zelfs. Dus het is belangrijk net daarom om telkens heel bewust te zijn van wat dat er gaande is. Want we gaan doorheen een volgend transformatieproces. En dat is wat ik je daarnet ook al zag. We zijn nog meer codes aan het downloaden. Nog meer synchroniciteiten gaan op ons pad komen. Waarom? Omdat we allemaal één voor één als vrouwelijke energie meer en meer leren wat dat betekent om die empress te zijn. Maar daarvoor, dat betekent dus dat we leren onze beide energieën op een evenwichtige en uitgebalanceerde manier te gaan gebruiken. Want dan geven we eigenlijk ook de kans aan onze emperor, dus eigenlijk aan de mannelijke energie, om in te stappen. Om vanuit zijn geheelde versie, vanuit zijn eenheid, toe te voegen aan onze mannelijke vrouw, aan onze eenheid, aan onze vrouwelijke energie vooral. En dus zie je dat ook hier, blending diversity. Dus daarin is het ook belangrijk dat we goed bij onszelf blijven. Dat is hetgeen wat ik ook in de mannelijke energie zeg. Dat het belangrijk is dat we onze eigenheid niet gaan verliezen. Dus dat we als vrouwelijke energie ons niet weer gaan volledig aanpassen. Omdat we zodanig veel liefde willen gaan geven. En ons zodanig willen één gaan voelen en verbinden met de mannelijke energie. Wij hebben onze eigen identiteit. We hebben onze eigenheid. En dat moet eerst geheeld worden en moet eerst helder zijn, vooraleer dat je vanuit die eenheid samen kan komen met jouw mannelijke energie. En dat is de reden waarom dat wat ik ook zie in verschillende groeiprocessen bij mijn klanten, dat ze vaak eerst de vrouwelijke energie in zichzelf gaan healen, om dan vervolgens weer in die mannelijke energie te gaan stappen en die mannelijke energie te gaan healen. En dat komt omdat eerst die verbinding met je hogere, met je ziel, met je hart weer mag hersteld zijn, vooraleer dat je van daaruit ook actie kan gaan nemen. Dus die vrouwelijke energie moet eerst geheeld zijn, vooraleer dat de mannelijke energie kan volgen. En dat is zowel in jezelf als in de connectie. Nog advies voor de vrouwelijke energie. Ik voel echt dat voor de vrouwelijke energie door de downloads dat we krijgen de komende maand, dus deze maand juli, en naar aanleiding van het 6-6-portaal en dan aanloop naar de Leeuwpoort, dat het echt belangrijk is om regelmatig te gronden en om echt dicht bij onszelf te blijven. Om echt telkens heel bewust wat wil ik zeggen? Open te gaan is niet juist de ding. Maar echt bewust te zijn van wat er gebeurt. En eigenlijk, zoals je hier kan zien, Tender Embrace, ook weer een 22-kaart gaan zien bij de mannelijke energie. Bij de mannelijke energie komt dat ook vaak naar boven, 22. Dat geven en nemen en balans is. Dat eerst die eenheid in elk van ons. En dan van daaruit gaat die eenheid ook samen kunnen komen. Maar ook, wees niet te hard voor jezelf. Wees zacht voor jezelf.
niets doen en rusten en een powernap nemen is een spirituele activiteit. Want dan krijgen we downloads. Dan geven we ons lichaam de tijd om dingen te integreren, om dingen te transformeren, om dingen te ontcijferen zelfs. En net daarom is het ook belangrijk als vrouwelijke energie om regelmatig te rusten, om regelmatig uit te tunen, eigenlijk echt uit te zoomen van ons leven. Want we voelen eigenlijk de last van de aarde, zeker als de Divine Feminine was tweelingvlam, zijn we healers en voelen we gewoon wat er gaande is in het collectief. En dus daarom is het belangrijk om regelmatig uit te tunen, om inderdaad vanuit het hogere geheel te gaan kijken. In plaats van te dicht te gaan kijken, of in plaats van te veel dingen te gaan overdenken. Maar zie de symfonie, zie hoe dat alles samenhangt. Zie hoe dat die samenwerking met je mannelijke energie is. Niet alleen in jezelf, maar ook in je connectie. En dat gaat ervoor zorgen dat maar meer en meer nog opengebroken wordt. Dat echt het einde komt aan een oude cyclus. Een oude cyclus van hartzeer. Een oude cyclus van in de steek laten worden. Een oude cyclus van alleen voelen. Een oude cyclus van controle en macht. Maar dat vraagt natuurlijk aan jou om inderdaad in die zachtheid nog meer te gaan stappen. Dus als vrouwelijke energie is het belangrijk om nog meer in je vrouwelijke energie te gaan zakken. Om echt daar gegrond in te worden. Want dan ga je zien dat je de poort opent en je hart opent om echt samen te komen met je mannelijke energie. Dus let op dat je geen dingen gaat gaan overdenken. Dat je niet vanuit je vervormde mannelijke energie dingen probeert te gaan controleren. Omdat je bang bent om zo diep te gaan voelen. Maar weet dat het een transformatie is waar je doorheen gaat. En dat het oké is, dat het veilig is. Want je bent ook beschermd. Dat is ook hetgeen waar de mannelijke energie heel hard voelt. Of zal voelen in juni. En niet alleen mij. Oké. En dat krijgen we, ik ga ze in de volgende toon zoals dat ze uitgekomen is. We krijgen een 11 en een 33 kaart. En opnieuw, kijk, is hetgeen wat ik ook bevestig met hetgeen dat ik gezegd heb. We gaan doorheen een donkerte, maar het is geen donkerte waar je bang hoeft te zijn. Het is geen echte, pure, harde dark night of the soul zoals je het ooit gekend hebt. Maar we gaan doorheen die donkere opnieuw, omdat het ons weer een nieuwe betekenis aan ons leven toevoegt. Het is een nieuwe, ik zou bijna zeggen, een nieuwe soort filter dat we kunnen gaan gebruiken. Een nieuwe soort manier, een nieuw soort bewustzijn, waarop dat we op een andere manier naar het leven kunnen gaan kijken. En dat zorgt ervoor dat de energie, de balans in jezelf, de balans in de wereld, de balans tussen jou en je mannelijke energie, nog meer en meer en meer beschermd worden en versterkt worden. Maar net daarom is het belangrijk om je energie ook te gaan beschermen. Door het feit dat we ook alles zo voelen en zo empathisch en passioneel ook zijn en echt verbonden zijn met onze ziel en onze emoties, is het belangrijk om ook daar heel bewust in te zijn en ons regelmatig ook te gaan beschermen. Kijk, ik split het dek en ook weer shielding. Bescherm jezelf. Niet vanuit angst, maar vanuit liefde. Je hoeft niet de drama van de hele wereld te gaan dragen. Het is niet omdat we healers zijn en Divine Feminine, dat we daarom iedereen zijn problemen moeten oplossen. Nee, iedereen heeft zijn eigen aandeel in het proces, in de healing van de aarde. En dat is oké. En soms, zeker als lichtwerker, is het ook oké om mensen eventjes aan hun lot over te laten. Omdat ze net uit het worstelen, uit die pijn, gaan ze heel veel leren. Je kunt niet iemand redden wanneer die het jezelf er nog niet klaar voor is. En dan daarom is self-care, en dus voor jezelf zorgen, de meest belangrijkste taak die je hebt als Divine Feminine, als die vrouwelijke energie. Want het vraagt in het proces, dat is het pad van je ziel dat loopt. Dus het vraagt heel veel geduld. En zoals ik ook in een andere video zei, geen niet geduld van ik ga nu in mijn zetel gaan zitten en ik ga niks meer doen. Maar geduld in de zin van ik vertrouw dat alles verloopt zoals het moet verlopen. Ik vertrouw op het natuurlijke ritme van mijn proces. En ik vertrouw dat wanneer ik er klaar voor ben, de volgende les zich gaat aandienen. De volgende zegening gaat binnenkomen. En dat helpt. Hoe meer dat je gaat gaan reflecteren over jezelf en over je leven, hoe meer dat gaat helpen of gemakkelijker en moeitelozer gaat zijn om inderdaad in die overgave en in dat geduld te gaan stappen. En vergeef jezelf. Vergeef je tweelingvlam. Vergeef de mensen die je pijn gedaan hebben. Vergeef vooral ook jezelf. Niet omdat
het daarmee allemaal en alles wegdoet wat ze mensen ooit jou hebben aangedaan. Maar het helpt jou om uit de rol van slachtoffer nog meer te gaan stappen. En echt te gaan aanvaarden dat je geen slachtoffer bent, maar een meester die die ervaringen zelf gecreëerd heeft, omdat jouw ziel die dingen hele waardevolle lessen wou leren, zodat je anders niet kon gaan leren. Dus tegelijkertijd, mensen waar jij het gevoel van hebt dat ze een dader zijn op een of andere manier, weten dat zij als ziel die ondankbare rol hebben aangenomen, zodanig dat jij die les kon leren. Dus wat hij ook denkt of neerzet, wees heel bewust van gedachten die je hebt. En als je iets denkt dat je zegt van, oh, dat was nu niet de meest optimale, meest dachte voor mijn hoogste goed, dan kan je altijd zeggen annuleer, verwijder, schrap. Of in het Engels cancel, clear, delete. Je hebt altijd weer opnieuw een kans om op een positieve manier te gaan denken. En dus maak jezelf regelmatig schoon. Kijk, ook hier zie je die kleuren, de paarse vlam. De paarse vlam is de ideale vlam om dingen te helen. Ook die violette vlam of paars-violet in combinatie met hoe waar dat je toegeroepen voelt. En dan laat je die vlam, roep je die vlam aan. Dan zeg je van, ik roep die kleur dus, in dit geval misschien de paars-violette vlam aan, om doorheen mijn gedachten te gaan, om doorheen mijn mentale lichaam te gaan, om doorheen mijn volledige systeem tot in de diepste, uiterste hoeken van al mijn cellen te gaan. Zodanig dat mijn energie gezuiverd wordt naar optimaal. Dit of iets beters, dank u. En hiervoor kan je ook samenwerken met aartsengel Michael. Je kunt het met je team doen, dus afhankelijk van waaruit hoe mee resoneert of niet. En probeer zoveel mogelijk dingen los te laten. Probeer die gehechtheid aan het leven, de gehechtheid naar jouw tweelingvlam. Probeer die altijd maar dieper en dieper en meer los te laten. Ik heb al vaak gezegd tegen mijn klanten ook, uiteindelijk moet je bereid zijn om alles te verliezen, want dan pas ga je in staat zijn om onvoorwaardelijke liefde op zijn diepste niveau te echt te ontvangen. Kijk, en dat is hetgeen wat we ook hier zien. The cosmos mirrors you. Dat is ook weer verbonden met die diamantenvlam, zoals je kan zien. En het is ook zo. Alles in jouw wereld, alles wat jij ervaart als jouw realiteit, is een weerspiegeling van jouw frequentie. Van de dingen die in jouw energie aanwezig zijn. Dus jouw energie is eigenlijk jouw punt van magnetisme, van aantrekking. Dus hoe meer dat jij jouw gedachten kan uitzuiveren, jouw emoties kan helen, anderen kan vergeven, hoe zuiverder dat je gaat worden in die verbinding met jezelf. En dat gaat dan jou ook weer, kijk hoe dat ook weer hier gespiegeld wordt. Dat gaat ook jou weer die emoties, het uitzuiveren van die emoties, ga je niet alleen emotioneel welzijn en geluk brengen, maar het gaat jou weer die verbinding brengen met je hoger zelf, verbinding met jouw mannelijke energie, en dan gaat je echt die vervulling, die diepste vervulling brengen, en heelheid en het opschonen van verschillende blokkades in je volledige chakrasysteem, in je volledige energie. Waardoor dat je nog meer en meer in staat gaat zijn om echt vanuit die zuivere diamant dat je bent, je leven vorm te gaan geven. Wauw. Ik sta altijd versteld van welke mooie boodschappen dan er naar boven komen. Ja, dat is ook zo. Het enige wat je moet doen, is ademen. En dan nog, als je beslist om het niet meer te doen, is dat ook jouw keuze. Je geeft je leven vorm met je gedachten. Oh my god, echt waar. En heb vertrouwen dat je verder stapt in op je reis in de richting van je dromen. En dat is ook zo, dat is ook zo. Maar vaak laten we ons afleiden door dingen van anderen, door de drama die zelfs niet altijd van ons is. Oké. Wat krijgen we hier nog? Je magische kracht zet hem in het kiezen van je gedachten. Hoe vaak moet ik het nog herhalen? Visualiseer een zuil van licht door al je lichamen en chakras. Dus je kan kiezen met licht, dan kan je kiezen welke kleur. Dus vraag aan je team welke kleur heb ik nu nodig. Roep gewoon de vlam aan. En in dit geval gaat het over het anker van het diamantenlicht. Dus als je dit zou doen, dus visualiseer een zuil van licht door je lichaam en je chakras. Roep dan onmiddellijk de diamantenvlam. Zeker als je al een tijdje bezig bent op het pad. Mag je zeker gerust werken met de diamantenvlam, dan gaat die niet te hoog zijn voor jou, maar gaat je lichaam het aankunnen. En anker dus, dus hier staat er anker het diamantenlicht en zet je essentie neer in het leven. En daar gaat het ook over, onze ziel, onze essentie, om van daaruit ons leven vorm te geven. En dan het volgende, laat je kundalini op en neer doorheen je lichaam stromen, want dat gaat je helpen om die verbinding met jezelf te maken, om
nog meer vanuit die passie en jouw kern, jouw leven op een creatieve manier, een passionele manier gaan vorm te geven. En weg te stappen van al de drama, van alle zorgen, het overdenken, het panikeren, de angsten, wat dan ook. Oeps, voilà, helemaal. Kijk, dat zeg het ook. Stop met denken, voel en wees gewoon jezelf. Dat is ook zo. Liefde kwetst niet. Dat is niet. Liefde kwetst inderdaad niet. Het zijn de wonden die we hebben die het weerspiegelt en die het tonen. Het verleden zegt niets over wie je bent. Het maakte je enkel sterker. Dus, net zoals ik net gezegd heb, met de loslaten en die vergeving. Het zegt niets over wie dat je bent. Je bent geen slachtoffer. Het zijn lessen die je geleerd hebt. En pas je aan naarmate je het spel speelt. Dus zie het leven als een spel. Zie altijd van wat kan ik nog meer doen? Wat kan ik nog meer bereiken? Wat kan ik nog meer doen om nog meer te gaan stralen? Om mij nog meer te verbinden met liefde? Om nog meer die liefde in mijn leven te gaan voelen? En ook hier weer hetzelfde. In wezen is iedereen onschuldig. Het zijn allemaal lessen. Dat is ook zo. Het zijn allemaal lessen. En daarmee komt mijn Fintje, is een van mijn twee poezen. Dat is de Divine Feminine energie. Komt eventjes langs, maar je kunt het net niet zien op de camera. En kijk, voilà. Dat is de energie waar wij als Divine Feminine energie deze maand, dus in juli, heel hard mogen mee samenwerken. Namelijk aardsengel Zadkiel en surrender. Dus overgave, 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 overgave. En als je denkt van, ik heb mij in overgave gezetteld, ik doe dat. Wees gerust, nog een beetje meer. Ga maar nog dieper in die overgave. Tot het punt dat je zegt, zoals ik net gezegd heb, dat je bereid bent om echt alles te verliezen in je leven. Het geld, al de relaties, je kleren, je huis, echt alles. En dan ga je zien dat je in die diepe overgave zit en dat alles veel meer gaat gaan vloeien. En hoe kan je dat gaan doen? Het moment dat je te veel in je hoofd zit, neem een boek en ga je ziel gaan voeden. In plaats van nog verder te gaan dingen in je hoofd. En luister naar muziek die je rust geeft. Hè. Ook daar, muziek is verbonden met ook met die vlammen, met die verschillende energieën. En dus kan jou opliften ofwel helemaal down laten voelen. Dus wees bewust over de energie en de muziek waar je mee voedt. En hele belangrijke, zeker voor de vrouwelijke energie, want dat is verbonden met het waterelement, is verbonden met onze emoties, met onze intuïtie. Dus drink meer water. Wees bewust. Als je zegt, ik ben eigenlijk iemand die te weinig water drinkt, neem dan een fles water bij jou. Zet hem naast jou en zorg dat je inderdaad elke dag voldoende en genoeg water drinkt. Zo, dat was het voor deze video. Ik hoop dat je er heel wat inzichten hebt mogen uithalen. Ik ben ervan overtuigd dat dat zo zal zijn. Wil je een individuele reading, want dit zijn natuurlijk nog collectieve readings, maar wil je een individuele reading specifiek voor jouw tweelingvlampad, om te weten waar dat jij staat, waar dat je tweelingvlam staat, waar dat de schaduwen zijn, de lessen, de gezamenlijke lessen waar je nu mag aankijken, dan kan je via mijn website, via de link die dus onderaan deze video, een reading reserveren. En ondertussen werken we ook met een membership, dus een lidmaatschap, waarin dat je, als je dat wenst, ook op regelmatige basis contact met mij kan nemen en met mijn collega Sarah om antwoorden te krijgen op je vragen, op de dingen waar je tegenaan loopt. En ook een stuk kan verbinden met de andere mensen die ook het pad lopen, al dan niet van een tweelingvlam, maar sowieso ook het pad van bewustwording. Zo, ik wens je een fantastische week. Ik hoop dat je het leuk vond mijn samen te verbinden in deze video. En zoals je weet, in overgave gaan. En dan zien we elkaar terug in de volgende video. Dag!